De strijd tegen drugs en illegale goudwinning staan hoog op de agenda van de Surinaamse en de Franse regering. Op een meeting op 16 maart in Frankrijk is stilgestaan bij deze twee zaken. Namens Frankrijk was onder meer aanwezig de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Pierre de Bousquet. Suriname werd vertegenwoordigd door justitieminister Kenneth Amoxie, ambassadeur Reggie Nelson en de secretaris van het ministerie van Justitie en Politie, Bitoya Pakossi. Directeur-generaal de Bousquet gaf aan dat de samenwerking in de strijd tegen drugs en de strijd tegen illegale goudwinning zeer belangrijk is. Minister Amoxie zei dat sinds het aantreden van deze regering al heel wat scalians zijn ontmanteld. Dit beleid zal worden voortgezet. Amoxie vindt dat instituten zoals intelligence en afdelingen belast met cybercrime en money laundering moeten worden versterkt. De bewindsman merkte op dat een samenwerking met Frankrijk belangrijk is omdat Frans-Guyana dezelfde uitdagingen heeft als Suriname. Minister Amoxie kijkt uit naar de verdere verdieping van de samenwerking tussen beide landen.